Ik ben Plevna, een 21-jarige student met Albanese roots. Ik volg de opleiding Sociaal Werk op de Karel de Groot Hogeschool. In het tweede jaar heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Sociaal Cultureel Werk. Op het middelbaar heb ik Sociaal en Technische Wetenschappen gevolgd. Dan was ik gewoon een gemiddelde student. Ik haalde geen 80% op mijn rapport. Maar ik wist al van kleins af aan dat ik moest en zou verder studeren. Met sociaal werk kan je eigenlijk heel veel kanten uit. Je kan werken als intercultureel bemiddelaar, werken bij de VDAB, als jeugdwerker enzovoort. Ook is het zo dat je werkt met 4 modules. Dat wil zeggen dat je 4 keer per jaar een examenperiode hebt. Zo verspreid je studielast en heb je geen 13 examens in 1 periode. Zo is er een heel grote bieb op de campus waar je kan studeren. Wat ik wil meegeven aan toekomstige studenten is: schrik niet af in het hoger onderwijs. Ik ben gestart als een heel onzelfzeker meisje in het begin, maar na 3 jaar kan ik echt zeggen dat ik heel zelfzeker ben geworden en dat ik weet waar ik naartoe wil.